Er komen nieuwe regels voor de aanpak, of een nieuwe aanpak voor overlastgevende asielzoekers in ASO-AZC's. Ja, inderdaad. Er komt daar een strenger regime. En dat wordt vandaag duidelijk gemaakt door staatssecretaris Harbers. Die gaat dat aan de Kamer vertellen. Die zogenaamde ASO-AZC's, dat zijn opvangplekken voor asielzoekers die voor veel overlast zoeken, zorgen. En ze komen vaak uit veilige landen, zoals bijvoorbeeld Marokko, Algerije en Tunesië. En ze stelen dan regelmatig uit supermarkten en vallen vrouwen lastig. En dan komen ze dus in zo'n ASO-AZC terecht. De regels daar zijn alleen dus niet streng genoeg. En staatssecretaris Harbers gaat daarom wat dingen aanpassen. Er worden meer BOA's ingezet rond de centra. En de overlastgevende asielzoekers die mogen nog maar een beperkt gebied rond het asielzoekerscentrum eruit, zeg maar. Dan mogen ze nog maar rondlopen. Maar ze mogen dus nog wel gewoon naar buiten. Is dat dan voldoende? Ja, dat moet blijken, want dit moet je natuurlijk wel streng aanpakken. Want mensen ontvluchten juist het geweld in andere landen en komen dan hier. En zetten dat eigenlijk hier dan voort. En waar twijfelt u dan het meest over of het gaat werken? Is dat toch die beperkte ruimte die ze dan nog altijd hebben? Ja, kijk, beperkte ruimte, daar word je ook niet vrolijker van. Dus de vraag is of mensen zich daardoor beter gaan gedragen. Maar er is geen alternatief, want je kunt ook niet. Juist de dorpen die juist hun ruimte prijsgeven voor deze mensen, met nog meer overlast opstalen. Dus het zal de mensen echt heel duidelijk gemaakt moeten worden dat je hier hoort te gedragen in Nederland. Dat geldt voor iedereen en zeker ook voor de mensen die hier te gast zijn. Absoluut.